Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 28 juni 2016. De politie, de douane en Nederlandse soldaten, die het lef hebben om hun defensietop te passeren, moeten eisen dat er wel een Holland Exit EU-referendum komt. Om de nationale veiligheid van Nederland te vergroten en om te voorkomen dat dus al die mensen die in het buitenland werken, al dan niet in een zware baan, ten prooi vallen aan criminelen en terroristen. Het is nogal wat het dictatorenparlement deze week laat zien. Ze laten namelijk zien dat ze willen dat de top van de politie, de marechaussee, die ook de koninklijke familie beveiligt, samen met Europol, Interpol en de rechtspraak en de advocatenorde en de professorenlobby willen dat er meer criminaliteit komt en dat er dus wel oorlog komt tussen Europa en Rusland. Ze willen allemaal als kliek aan de macht blijven, die dus steeds meer lulverhalen in de media brengen en genereren. En die dus ook tegen criminelen en terroristen zegt, ja ga maar door mensensmokkels. Mensensmokkelaars, ga maar vluchtelingen halen. Ga de criminaliteit maar vergroten. Dat is het praatje in Europa. Als nu, als er mensen bij de politie, defensie en de marechaussee zijn die dat niet willen, moeten ze wel een Holland exit referendum opeisen. Dan komt mijn waarheid aan het licht. Kijk, ze kunnen het ook anders doen. Dat is de kortste weg uit. En dat is eisen dat ik een schikking en schadevergoeding krijg voor de rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof. Dan wordt die rechtszaak officieel gesloten. Ik krijg dan een brief, ik krijg geld op mijn bankrekening. Die brief die gaat naar ambassades, die gaat naar oorlogsgebied. Dan weten terroristen, criminelen, maffia en wie dan ook dat ik gewonnen heb. En dan denken ze, oei, Stokkel is aan de macht. We hoeven ook niet meer naar Nederland. Want Stokkel is een beetje doortastend en die is niet zo snel omvergewaaid. Wat gaat er nu gebeuren? Als het Nederlandse volk denkt van nou het is zomervakantie en we doen niks. Nou mensen, dan gaan wij de verkiezingen in met deze leugen. Met het idee dat we een parlement hebben dat niks kan, niks wil en dat het ook nog overeind gehouden wordt door het volk. De economie gaat onderuit en gaat in één keer hard onderuit. Omdat het buitenland weet, op grotere schaal, hoe ze onze rechtspraak moeten laten verdwijnen.